Kijk eens. Ja, helemaal super. Dankjewel. Hoe fijn is dit? Ja, super. Ja? Super, ja, echt super. Nu blijft ze tenminste, kan ze gewoon lekker de werkje doen thuis. Weet je, ze komt niet achter. En ja, dit is grandioos. Want zeker u had zelf geen laptop? Nee, ik had zelf geen laptop. Dus alles moest op mama's telefoon. En, ja. Oh, dat soms is dat best wel behoorlijk irritant als je de hele dag je telefoon kwijt bent. Ik heb 25 laptops mogen uitreiken aan kinderen die het heel hard nodig hebben. En die zelf geen laptop hadden? Die hebben zelf thuis geen laptop. Daarvoor kregen ze eerst kopieerbladen, huiswerkboekjes. Maar we willen natuurlijk dat alle kinderen online kunnen werken. Vooral in het kader van gelijke kansen voor elk kind is dit een buitengewone kans. Want nu kunnen alle kinderen online de lessen volgen van hun juf of meester. In totaal 3000 gratis laptops zijn er beschikbaar gesteld door de liefdadigheidsstichting De Verre Bergen en elektronica-bedrijf Coolblue. Voor Rotterdamse schoolkinderen die niet zomaar zelf een apparaat kunnen aanschaffen, maar die wel digitaal thuisonderwijs moeten kunnen krijgen, nu de scholen vanwege corona dicht zijn. Ja, we hebben wel een computer thuis, alleen die is niet optimaal en best wel langzaam. Dus dan hadden ze het thuiswerk niet kunnen maken die ze nu kunnen doen. Rekenen daarmee. Ja, Julian had een keertje groep 4 sommen gemaakt en die had hij allemaal goed, maar ook 3 foutjes. Ik vind dat ze dan het sociaal contact die ze hier hadden op school, dat het niet verbroken is, zeg maar. We werken op teams en op basisport en de juffrouw schrijft altijd wat we moeten doen en dan maken we dat op basisport of bij een andere site. Spelletjes doen, mag dat ook? Ja, dat mag. Maar natuurlijk eerst je huiswerk maken en in je vrije tijd mag je wel een spel spelen.